Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. Live vanuit The Joker in Antwerpen. Als je klein bent, dan worden er nog vaak sprookjes voor je verteld, maar dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Ik word vandaag bijgestaan door Pieter Verelst. En de opdracht van het publiek is een zeer duidelijke opdracht. Er was eens een Syrië strijder met een postnatale abortuswens. Dit wordt een zeer boeiend sprookje. Oké, hier gaan we. Er was eens een Syrië strijder met een postnatale abortuswens. Hij woonde samen met 6 vrouwen. En hij had ondertussen al meer dan 20 kinderen. Die ongelooflijk hard aan zijn kop zaten te zagen. Dus je begrijpt al waar deze postnatale abortuswens vandaan komt. Ahmed, want zo heette de Syrië-strijder, kwam oorspronkelijk uit België, was daar geboren en getogen, maar was naar Syrië getrokken omdat hij vond dat hem daar wel gerespecteerd ging worden. Hij had heel de leer van Allah en de versie van IS goed bestudeerd en kon zich daar wel in vinden. Het enige waar je zich niet om kon vinden is, als je naar de hemel gaat, dan kom je daaraan bij 72 maagden. Wat moet je dan toch in godsnaam doen met 72 maagden? Want in deze wereld was hij getrouwd, hij had 1 vrouw en dat was al een probleem. 1 echte vrouw. Dus 1 echte vrouw. Ja. Dus mocht hij doodgaan en hij krijgt er 72... Het is niet moeilijk om te zeggen dat Ahmed gewoon schrik had om dood te gaan. Dat kunnen we wel stellen. Ik bedoel, 72 maagden hebben heel uw leven lang in teken gestaan om een bloedbad aan te richten. Komt die in de hemel aan, is het direct terug een bloedbad. Je moet er maar zin in hebben. Dat zat Ahmed totaal niet zitten. En dat begon zich ook duidelijk te maken in de strijd dat hij leverde. Hij moest mee naar het front, maar hij verstopte zich altijd omdat hij echt niet wou sterven. Hij ontweek kogels. Nu, dat was sowieso de bedoeling. Maar hij ontweek ze harder dan alle andere Syrië-strijders die zich spontaan opofferden voor het goede doel. Hij dacht, ik laat me nog liever anaal verkrachten door 5 kamelen met aids dan hier 1 kogel op te vangen. Nu, dat was maar een woord. Want nadat hij dat had geprobeerd, nam hij zijn woorden toch terug. Hij dacht, waarom heb ik dat zo vlot uitgesproken? Want dat is ook niet leuk. Zelf niet voor een doorgewinterde Syrië-strijder. Met postnatale abortuswens. De postnatale abortuswens was een idee dat hij had, dat hij had opgedaan terwijl hij aan het nadenken was over de dood. De dood en het leven. Als hij misschien nooit geboren had geweest, had hij nooit Syrië-strijder geworden en moest hij ook geen 72 maagden tegemoetkomen na zijn dood. Dus hij dacht, is er een manier om terug te keren naar de geboorte en die wens toch tot uitvoer te brengen? En hij ging op onderzoek. Hij liep de ene winkel in, de andere winkel uit, op zoek naar een magische lamp. Hij begon op alle lampen te wrijven dat hij vond. Een hoop lampen deden niks, want er was amper nog elektriek in Syrië. Maar dan op een dag vond hij toch een hele bijzondere lamp, waar heel veel stof op in. En hij pakt de lamp vast en hij begint te wrijven en een geest verschijnt. En hij spreekt ongelooflijk mooie woorden, zo'n mooie woorden dat je denkt, ongelooflijk dat uit een geest komt. Nu snap ik helemaal waar mijn probleem zit. Ik heb hier echt helemaal de oplossing in. En die oplossing is... Ik zal het eerst in het Arabisch zeggen. Heel mooi vertaald met de woorden.
Met de woorden... Als je dood wilt gaan, hoefde niet per se hier in Syrië, als je beslist om terrorist te zijn, oog in oog te komen staan met 72 maagden. Dat hoeft niet. En hij dacht... Wauw. Zo had ik het nog nooit bekeken. Als die optie er ook is... Ongelooflijk. Dan hoef ik helemaal niet bang te zijn om dood te gaan. Inderdaad. Ja, zei de geest, deze maal in het Nederlands. Want Ahmed sprak uiteraard ook gewoon Nederlands, omdat hij was opgegroeid in Vilvoorde. En geesten spreken alle talen. Hij zei, kijk Ahmed, gastjong... Het is alleen dat je doodgaat als martelaar dat je die maagden krijgt. Maar dat je doodgaat als een sukkelaar, man, ga je ook geen maagden krijgen. En Ahmed dacht van, oké, dit is de manier. Ik moet gewoon als een sukkelaar doodgaan. Maar hoe gaat het als een sukkelaar dood? Dat is nog niet zo gemakkelijk. En hij wist het. Ik moet terugkeren naar België. Want in België gaat uiteraard iedereen als een sukkelaar dood. Ja, met mijn voorgeschiedenis, met mijn roots, zal ik sowieso sterven als sukkelaar in België. Niet aanvaard door iedereen. En zo gebeurde. Ahmed keerde terug. Zijn kinderen ook. Dat was nog een heel politieke kwestie dat die kinderen effectief terug mochten komen. Maar dat werd dan toch beslist dat de kindjes nog zuiver genoeg waren om terug te komen. Die mochten ook terugkomen. En Ahmed leefde hier nog lang in België en ging dood. En ging naar de hemel en merkte effectief dat er geen maagden op hem zaten te wachten. De moraal van dit verhaal. Religie is bullshit. Geloof niet wat ze zeggen, want er klopt toch geen ballen van. Slaap lekker.